Opgelucht. Heel erg opgelucht. En van tevoren hebben we ook gezegd, jongens, wat er ook gebeurt, we mogen vandaag niet verliezen. En we moeten de dijk op 7 punten houden. En de jongens zijn voor het vuur gegaan en dat hebben ze hoofdzakelijk gedaan voor de hoofdtrainer. Want iedereen zit er toch wel mee dat de hoofdtrainer op deze manier zo aan de kant wordt gezet. En de jongens hebben dat goed opgepakt. En die hebben strijd geleverd voor de trainer. En daar hebben we 3 punten mee gepakt. En daar ben ik heel erg opgelucht op. Wat is er precies gebeurd met die hoofdtrainer? Heel raar verhaal? Het is een heel apart verhaal. Het is bij de wedstrijd Sparta uit. En dan ga je zelf ook aan jezelf twijfelen van wat heeft hij nou gezegd. Maar deze meneer heeft echt helemaal de bewoordingen die de KNVB beweert, de vierde man. Dat heeft de hoofdtrainer exact niet gezegd. Echt niet. En daar leg ik mijn handen voor in het vuur. Maar ja, oké, je moet wel met deze situatie omgaan. En dat hebben we ook goed gedaan. En dan is het volgende week afwachten wat de uitspraak is. En wij hebben daar gewoon een heel goed gevoel bij. Dat het, dat hij misschien volgende week gewoon weer voor de groep mag staan. Maar ja, dat is allemaal even koffiedik kijken. Dat is afwachten. Wat zou hem boven het hoofd hangen dan? Nou, hij heeft in principe al een straf van 3 maanden. Dat hij 3 maanden zijn functie niet mag uitoefenen. Dus ook zijn trainingen niet. Dus ja, je zou zeggen of hij bijna iemand heeft vermoord. Maar ja, dat is het niet. En vanuit de vereniging is er een advocaat op gezet. En diverse verklaringen. En dat gaan we volgende week aanvechten. En dan is het wachten wat de KNVB gaat doen. Heb je naast hem gezeten op het moment dat hij het delict heeft gepleegd? Ja, we hebben meerdere mensen hebben er naast hem gezeten. Zelfs de stadionspeaker van Sparta heeft erbij gezeten. En die bewoordingen die zijn ook niet gezegd. En hij heeft wel dingen gezegd, maar niet in de bewoordingen die de vierde man beweert. Dus. En daar wil ik het wel even bij laten eigenlijk. Want ik vind deze wedstrijd hebben gewonnen. En dat hebben we voor hem gedaan. En wat er nu allemaal uit voortvloeit, dat is allemaal even afwachten. Want alles wat je te veel zegt, kan ook weer meegenomen worden. Dus ik wil het daar wel bij laten bij wat er met Robert is overgekomen. En ik denk dat ook nou we gaan genieten van de overwinning. Zou ik zeker doen. Nodig hebben. Ja. Gefeliciteerd. Oké, dankjewel.